Het was dinsdag Nationale Buitenlesdag. In heel Nederland kregen kinderen buitenles. Ze hadden geluk. Na dagen van regen, soms sneeuw en hagel, was het dinsdag een behoorlijke dag. Wat is het nut van zo'n buitenspeeldag? Welke nummer was het? Alleen maar 11 in deze rij. Zo'n Nationale Buitenlesdag, dat besef je toch weer even van, nou ja, eigenlijk is het zo'n leuke manier van lesgeven. Dus kinderen zijn enthousiast, we zijn lekker actief bezig, ze zijn in beweging. Eigenlijk alleen maar een mooi moment om te beseffen dat we het gewoon veel vaker moeten doen. In Nijnsel wordt een nieuwe school gebouwd, dus ruimte om een buitenlesdag te houden is beperkt. Maar de lol was er niet minder om. Hier, één groep! Dit kan wel! Je mag op jouw rug tekenen. Oké. Okay. Dat is geen we. De bu. Meesters voor? Heb je er eentje van? Scheur, veer, boor. Oh ja. Je ziet gewoon dat de kinderen het ontzettend leuk vinden. Ze genieten ervan. Ze hebben helemaal niet in de gaten dat we gewoon met het vak lezen bezig zijn. Alleen, ja, ook heel spelenderwijs. Ik denk zeker voor een jonge groep, maar ook ouder hoor. Als je kijkt naar groep 3, dan heeft dat wel echt heel veel meerwaarde. En dat doen we regelmatig. Dus dat, natuurlijk, het is nu de buitenlesdag. Maar wij proberen zeker 1-2 keer in de week echt gewoon een volle half uur buiten een les te verzorgen. Het is voor onderwijzers wel wat extra werk, maar dat hebben ze er graag voor over. De kinderen nemen de leerstof beter op. Ik denk door het enthousiasme. Ze zijn enorm betrokken. En die betrokkenheid die zorgt er gewoon voor dat ze ook enthousiast zijn en dat de stof beter blijft hangen. Want dit herinneren ze zich dadelijk. En als ik het over een leesles heb, dan herinneren ze zich echt niet meer van gisteren bijvoorbeeld. Dus ik denk in die zin dat het echt wel meerwaarde heeft voor de kinderen. Omdat ze alle plaatjes hier hebben verstopt en dat vind ik leuk om te zoeken.